Meneer, 65 jaar, u mag het horen feliciteren. Zeker, hartelijk gefeliciteerd met de 65-jarig bestaan. Ja, dankjewel. En wat vindt u van de toren? Ja, weer dus lezer, hè? Ja, u bent een echte lezer van het... Trouwe lezer. Ja, en zijn er bepaalde onderwerpen of rubrieken waar u van... die u interesse hebben, met name? Nee, ik lees hem... Ik kijk hem in ieder geval door van A tot Z. Ja. Ja, en natuurlijk een beetje de bouwplannen in de regio houden we een beetje bij. Hoe lang lees je de toren al? Oh, we hebben eens een tijdje in Koevoorn gewoond, we haalden hem daar ook al bij weer, ja, bij dus, de boekhandel. Dus, oké, een loyale lezer van de toren. En zijn er dingen die anders en beter kunnen, vindt u, in de toren? Nee, u bent tevreden? Hij bladert prettig, hij leest prettig. Ja, oké, nou fijn te horen, dank u wel voor uw medewerking en een fijne dag nog. Ja, insgelijks. Dag. Meneer, u bent ook een lezer van Weekblad de Toren? Ik ben een lezer van het Weekblad, ja. En hoe lang leest u de toren al? Zolang we hier wonen en dat is vanaf 1981. Dus, nou, ja. Dan kent u de toren behoorlijk goed. Ik ken de toren wel, de hele ontwikkeling van de toren heb ik al meegemaakt. De reclame die van de toren is, ja? Die heb ik gezien. Ja. En wat vindt u van de toren zoals die nu gepubliceerd en verspreid wordt? Ik lees hem echt lang niet allemaal, want kijk, het is een advertentieblad. Ja. En alle advertenties interesseren mij niet. Wat ik voornamelijk echt belangrijk vind, is de plaatselijke berichten. Ja. De ontwikkelingen in de politiek, de ontwikkelingen in het marktwezen, zoals die hier, de centrumfunctie van Harderberg. Ja, dat mag ik graag lezen. En ja. Zijn er nog favoriete dingetjes waarvan u zegt, dat lees ik het eerst of daar zie ik naar uit? De columns, ik kijk altijd even wie de column geschreven heeft en die lees ik wel met volle aandacht. Okay. En daar kunnen mijn vrouw en ik ook wel eens smakelijk om lachen. Kijk aan, dat is leuk om te horen. Ja. En zijn er nog eventuele ideeën, suggesties waarvan u zegt, dat zou er ook nog bij kunnen, dat zou beter zijn of dat kan anders? Nou, ik vind de ontwikkeling van de laatste tijd dat het meer van een plaatselijke krant naar een streekkrant gaat. Ja? Ja, en dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Okay. En die moeten ze wel vast blijven houden. En dus ook berichtgeving uit Delfsvaart en nou ja, de gemeente Harderberg is groot natuurlijk. Ja, precies. Marienberg enzovoort. Ja. Even kijken. Nou ja, u mag de toren ook feliciteren als u dat wilt. Dan wens ik jullie met het 65-jarig bestaan heel veel geluk en ga door op deze voet. Dankjewel, nog een fijne dag. Ja hoor. Ja. Ja, we zijn weer bij de aardappelkoning in Devensvaart in het voorjaar. Ja, poten, aardappelen enzovoort. Maar ik wil hem ook nog even spreken over de toren, want de Weekblad de Toren is 65 jaar geworden. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Ja, hoe gaat het met u? Ja, prima. Ja, het voorjaar. Alleen wat stijf van al de koude rot weer. Wat zegt u? Door de reuma heel stijf met de koude weer. Ja, dat is heel, heel slecht voor mij. Oh ja? Ja. U bent al aan de warme dagen toe, zeg maar. Ja, als ik de 35 jaar ben, ik zeg voor de snelle. Dat is voor mij allemaal heel, heel moeilijk. Ja. U loopt ook al een aantal jaren mee, toch? Ik ben 91, bijna 92. Zo, dat is toch een gezegende leeftijd. Maar wat ik u ook wil vragen, de toren, Weekblad de Toren, die is 65 geworden. Ja. Die is wat jonger dan u. En ik was even benieuwd of u wat u van het blad vindt en of u ook de toren leest en waardeert. Ja, ik vind het heel mooi. Het eerste wat ik lees, dat ben de familieberichten. Ja, oké. Okay. Dat is het meeste wat de meeste mensen doen. Mm-hmm. Ja, dat hoor ik wat vaker. Die ik allemaal over gelezen heb bij u. Ja. En zo. En verder interesseert mij alles wat in de toren staat. Oké. Okay. Dus, het nieuws uit Hardenberg. Je hebt het nieuws van de gemeenteraad, dat zit er ook allemaal in. Ja. Dat is heel mooi en ik mag graag alles lezen. Ja, oké. Okay. Ja. En dat doet u zonder bril? Ik lees met een pen. Oké. Okay. Ja. Dat vergroot waarschijnlijk zoiets. Die pen hou ik gewoon onder de regel en is belicht. Dat is wel handig. Als ik helemaal kleine letters heb, neem ik de loop erbij. Sinds kort is er nu ook een pagina of twee pagina's van Dedemsvaart en Balkbrug. Hè? Het nieuws, leest u, wat vindt u daarvan? Ja, ik merk wel dat er meer, want er was allemaal, het ging al die over Harderberg.
En ik dacht dat wij het ondergesneeuwde kind waren. Zo weet je, ja, ja. Ja. Maar het wordt toch een beetje dat het Denenvaart er ook een beetje bij komt. Weet je? Ja. En dat vind ik wel heel mooi, want Hardenberg, eigenlijk moesten wij de naam Hardenberg moest eigenlijk een andere naam worden weer. Dan al die gemeenten die erbij komen, die zijn dan allemaal wildvreemd en dan wordt het één gemeente. Maar ja. Hardenberg is al die op zichzelf gebleven. Ja, ja. En daarom doen ze, dat zie je met de winkels ook wel, winkelstad Hardenberg. Ja, het ene vaart ook een wel mooi winkel. Dat is al een discussie op zich. Maar nog een keer terug naar de toren. Wat zou je nog graag iets willen veranderen aan de toren? Zou je nog graag iets zien in de toren die er nu nog niet in staat? Nou, ik zou er niet zo veel aan veranderen. Nee, u vindt het prima zo. Kijk, het krantennieuws wordt steeds minder. Het is allemaal e-mails en allemaal. Ja. Daarom wordt het. Want de advertenties, vroeger waren er een heleboel advertenties in de toren, maar dat was steeds minder. Ja. En volgt u ook het nieuws? Op andere manieren te doen. Nou, u bent goed bij de tijd. Volgt u ook het nieuws via de internet dan? Nee, ik heb internet nog wel verschaft helemaal. Oké. Ja, ik ben gewoon op. Nou, u mag de toren feliciteren bij deze. Ja, nou, gefeliciteerd met zoveel jaren bestaan. Ja. Ik hoop dat we lang maar doordoen met de toren, want ik vind het heel. Leuk blaadje, wat heb je gezegd. Dank u wel voor uw reactie. Ja. Nou, bij deze hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel.